Niks mis mee. Goed, anyway. Passagiers inderdaad stappen. We zijn hier in Den Hall. Den Dolder. Dus even kijken. Wij gaan hier eens naar Baren. Naast daar. Even kijken hoe het eruit ziet. Wat is nog meer veranderd? Even kijken, wat zijn we hier? Dit is Breukelen. Wist je wat erop moet lijken? Een stuk naar Gouda. Hadden we hier Maarsen. Even kijken. Oh, je hebt een stukje naar dingen te gooien. Nee, is niet doorgetrokken, zie ik. Even kijken, is er nog meer gekke geinen erheen? Apeldoorn heeft hier nog steeds niks mee gedaan. Ik snap nog steeds niet waarom hij deze verbinding niet gewoon aan elkaar maakt. Hij houdt zich eigenlijk te veel vast aan zijn regel van midden. Ja, fuck dat, met in het midden. Veel mensen vragen dat toch om. Maar ja, ondertussen heeft hij zijn kans gemist. Ik vraag me trouwens af of nou eindelijk ook, en dat is volgens mij eindelijk gebeurd, dat Arnhem vernieuwd is. Thank God. Eindelijk. Mister, dat ziet er nog uit. Nou, daar is in ieder geval niks in veranderd. Volgens mij is hier richting Nijmegen ook geen echt iets veranderd. Misschien wel wat scenery. En ja, dat zit. Dus laten we in ieder geval kijken. Laten we natuurlijk even ATB aanzetten, Dode Maan aanzetten. En laten we F3 mode aanzetten. We gaan even naar achter toe. Dan gaan we die. En ja, daar staat allemaal aan. Die wou ik aan hebben. Rij met een S-schermetje. Laten we de koersborden even op Baren zetten. Dus dan laten we 1, 2, 3. Een klein beetje naar voren toe. Dan zien we tenminste wat we doen. Even kijken. Baren, appakee. Frontzijde is misschien. Oh, lek. Die aanzetten. Voilà. Hij kan zeggen. Dit zit er in ieder geval in Den Dolder. Nog steeds hetzelfde uit. Daar is in ieder geval niks in veranderd. Anyway. Het is inderdaad een S-scherm, ja. Ja, la 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 la. Goed, en als het goed is, dan gaan wij dadelijk spoken rijden. We moeten eerst nog wachten, waarschijnlijk een Vermpie moet voorbij komen. Dat is trouwens een aparte korte 6400. Dit is Hart van Nederland Beta 8. Dit is gewoon een SGMM, het is al hetzelfde. SGMM is eigenlijk niet meer dan een gemoderniseerde versie. Maar aangezien dat ze allemaal gemoderniseerd zijn, is het gewoon een SGM. Het was alleen maar toen de tijd om verwarring te voorkomen. Nee, niet weet ik. Haal toch gewoon eens een keer dat rotting uit de lucht, echt. Heeft iemand hier nog een bezoek of zo? Dan knallen die helikopter eens een keer uit de lucht. Ik ga dat eens even oplossen, want ik ben het nu echt zacht met een helikopter. Even wachten. Oh man. Assessed SAD. Oké. Kijk ik straks wel naar. Goed, richting naar voren toe. En we mogen 120, dus let's go. Ja, die ga ik echt dadelijk uithalen weer. Dan hoop ik dat hij stopt, die 6400.
Dus heeft hij toch wel een heel groot probleem. Oh, holy moly. Lol. Right, 120. Volgende stop zal zijn over 4,3 kilometer. Ja, hij disabled de commando's van Meow van Woof. Een estimation mark mod, that's not active. Since I'm not playing Minecraft. Nou, ik ben benieuwd jongens. Oh, kijk, ik weet niet of dit al 3D bovenleiding was, volgens mij wel. Dan hier hebben we 3D bovenleiding van Tanky. Maar dat was het denk ik al. Because of a lot of people, yeah, how can I say that? What's the best way to say that? Some people were still doing the exclamation mark middle in the night, and trying to get the highest number. So, a little bit hard to explain it in English for me, but yeah, that's not as was the plan. So yeah, that's why I disabled it, and maybe it will be back, but I will need to change that. So yeah. Ik heb geen idee. Ik zeg, ik ben aan het kijken, maar het zit in ieder geval. Ik moet even gaan kijken ook wat allemaal nieuw is, want ik heb het idee dat dit wel nieuw is al hier. Aan de ene kant zeg ik ook weer iets van niet, dus ik zit even te twijfelen ermee. Dus laten we ondertussen gaan afremmen. Dat was tijdsgebonden scenario? Ja, tijdsgebonden scenario. Nee, ik kan het ook wel even op zijn Nederlands zeggen. De reden waarom die twee uitstaan is omdat ik, ja, er werd gewoon misbruik van gemaakt om midden tot midden in de nacht en daardoor heb ik besloten om die uit te zetten. Want ja, dat vind ik niet fair voor mezelf, maar ook niet fair voor jullie. En vooral niet fair, ja, voor de mensen die het graag wilden wouden doen. Wow, holy crap. Dit is wel echt gaaf geworden. Maar ja, wel 3 gig natuurlijk nou weer. Dus ja, dit is toch oké. Okay. Hoeveel deel ik heb bij? 3, oké. Oh, een bocht van 3, die heb ik niet vaak gezien. Eens even kijken. Even dit doen, dus ik tenminste wel niet omhoog trekken. Ja, hij is wel wat uitgebreider inderdaad. Lichtjes. Op zich ziet er wel oké uit. Zo te zien de straatjes van Harry. Ja. Onder andere. Er zitten toch wel ergens een paar spike legs in, heb ik al gemerkt. Dat maakt niet uit. Volgens mij klopt hier iets niet op dat bord. Tenminste. Dat lijkt in ieder geval op. Goed, let's go! Ziet er zeker wel gaaf uit, absoluut. Niks mis mee. Zeker leuk geworden.
Ja, ik weet het. Ja, ik vind het, ik blijf expres ook in de camera een beetje zitten, want het is ook meestal het view wat je ziet. Ja, ik zie wel echt dat dit verbetering is. Hier ben ik wel blij mee, dat dit vernieuwd is, ja. Dit vind ik echt wel mooi geworden. Dit is echt wel nice. Oei. Dit is het, ja? Ah, cool. Nee, dit vind ik wel mooi dat dit geüpdate is. Daar ben ik echt blij mee. Hier ben ik echt wel mooi mee, blij mee, ja. Ik weet trouwens niet of Believer zit trouwens al in de gaten dat dit de nieuwe update is. Ja, er komt er nog een andere leuke SGM aangekacheld. Laten we trouwens ook even snel een. Dat is trouwens de VLAFlip versie. Oh, toepasselijk. We horen de kerkklok en daar is een kerkhof. SGM hype. Goed, zoals ik al zei, we hebben hier een kerkhof. Best wel behoorlijk nog wel leeg is. Ook een flink kerkhof trouwens, damn. Oh, je zou bijna niet zeggen dat het maar zo kort gebouwd is, ja, zo kort op. Damn. Dat voelt het toch niet. Dus moet je nagaan, jongens, hoe goed je eigenlijk een route kan bouwen, ook al doe je het maar vrij intiem bouwen. Ik weet heel de tijd dat hij ATB nog aan staat. Ah, oké, okay, dat wist ik niet hierom. Oké. Okay. Geen idee of dat echt een verschil is. Anyway. 40 hype. Goed, volgende station is in ieder geval Soestdijk. Ik vind het wel goed uitzien dit. Ik vraag me alleen af of het echt is ook die bovenleidingen zo kapalen. Klik, 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 klik. Elke keer omstaan. Dat twijfel ik een beetje aan, maar afgezien dat. Zeer nice. Moet kunnen, moet kunnen. What's my favorite Dutch train? Well. My most favorite Dutch train is the NS 1617 1800, but there are not so many more in service nowadays. Especially the 1800s are not in service anymore. Well, actually, they are not existing anymore. Yeah, a few of them, but most of them are all destroyed, or scrapped. And the 17s are they're driving actually a lot nowadays. And after that, yeah, the newest were 186. You've got that one in a lot of videos for when you was in Amsterdam and Leiden, and on the high speed track as well. That locomotive is also one of my favorites. That's the 186, and also from Germany.
But except for that, yeah, the ECM, the the koploper, still awesome. And with that, yeah, that's oh yeah, the mod 64 met 64. It's also a really nice thing. And that's it. Actually, a little bit too fast. And look at this, guys. Look at this. Is this not amazing? Damn. Het is toch wel een stuk verbeterd. Eerst stond alleen maar een overwagentje met een wagentje erbij en een stationnetje. En dat was het. Ja, nu is dat toch al wat meer geworden. Dat, ik vind dit toch wel een simpele maar goede verbetering. Heeft het toch goed naar geluisterd. Naar de mensen die het erom vroegen. Dit vind ik echt wel... ja. Remmen eraf. En 40. Nee, die moet je echt niet gaan proberen. Ik heb het geprobeerd hierom en... het is me enigszins wel gelukt hoor. Alleen het probleem is, ik krijg aan de zijkant geen logo's. Want die wordt hier gespiegeld aan de andere kant. Of je moet het hele script aanpassen, dan wordt het een ander verhaal. Maar dat wil je niet doen. Of tenminste, daar wil je niet aan beginnen. De mapping zit heel slecht in elkaar, maar... Hij is wel te repainten, nog. Hij heeft er zeker een andere kleur te geven. Ik heb hem in het rood gemaakt, alleen je kan alleen maar op de koppen kan je een DB logo zetten. Alleen de zijkanten niet dus. Oh. In Network The Last Station. He just turned Network The Last Station. Ja, inderdaad. Dankjewel, GamerNL. Dat jij die link nog had, joh. Nice. Nee, qua logo's niet. Nee. Oh, mogen we 80? Oh ja. Nee, ik wou zeggen, het hele script moet er niet aan gaan proberen. Sommige dingen, kleine dingetjes zijn leuk, maar dit is niet leuk. En ik heb het gewoon geprobeerd hoor, en ik wou het eens een keer als uitdaging zien. En het is niet perfect hoor, want je ziet, sommige lijntjes zijn niet helemaal lekker. Maar ik wou het gewoon eens proberen en... om eerlijk te zeggen, elke keer om het om te slaan, kost me meer dan 5 minuten tijd... om de hele repaint op te slaan en dan... Dus in totaal ben ik gewoon voor een opslaanbeurt voor het laden te bewerken. En als ik het nou wil opslaan. Alleen al dat bij elkaar, dat kost mij gewoon al bijna een half uur tijd. Alles bij elkaar. Maar ik vond het wel leuk om eens te proberen. En ja. Maar wat ik al zeg, ik heb er geen rest denk aan. Ja, kijk, ik. Weet je wat is? Ik kan ze wel uitgeven. Of uitgeven, ik kan ze wel doen. Laat ik het zo zeggen. Maar dan zullen er aan de zijkant geen logo's zitten. Ja, maar inderdaad. Kijk, ik kan het wel doen. Alleen, ja, dan zullen er aan de zijkant geen logo's zitten. Wat ik in principe nog niet zo'n ramp vind. Want ik, als je hem als IE gaat gebruiken of zo, voordat die trein voorbij is, dan zie je het toch bijna niet meer. Ja, oké. Of je gaat op pauze klikken. En je gaat echt een foto van die trein willen maken. En dan denk ik, oh ja, dat klopt is niet. Maar goed. Maar ja, wie wilt nou alleen een gekleurde lok hebben? Was dat zo simpel in het trintje? Wauw. Ja, ik weet het. Daarom denk ik, ik heb ze nog steeds staan op mijn andere trintsimulator hoor. Maar dit doe ik niet in deze versie. Oh, nice cargo hype.
Goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond dit een mooi stukje, dit. Daar heb ik zeker wel van genoten. En ik moet je zeggen, ondanks de 3.12 gig, vind ik het... Uh-oh. Oh, thank god. Ik dacht heel eventjes, die gaat in... Oh, die VRM die remt wel heel goed. Sinds wanneer mag een stoptrein voor een Intercity? En again, dat was de AWS. Of AWS ATB. Nou jongens, ik vond het in ieder geval wel een geslaagde ritje. En daarbij natuurlijk een extra scenariootje voor op YouTube. Kijk mooi. Toch gemiddeld rond de 20 inderdaad, ja. Dit stuk was wel netjes, ja. Dus ik ben ook benieuwd hoe Utrecht nou gaat werken. We zullen binnenkort ook eens keer een ritje van Arnhem maken komende maandag. En dan naar Utrecht en zo eens kijken hoe die doet. Oké, treinboy, fijne avond nog jongen. En tot de volgende keer.